Het was voor Buurman gisteren een thuiswedstrijd in Zon. Want er waren vooral veel fans uit Brabant. De grote voetballers zelf, zoals Dirk Marcellus, wilden de autorace tussen de clubs wel eens zien. Buurman moest in de eerste race van de laatste rij starten, maar werd toch nog zevende. Het is in deze omstandigheden super moeilijk. Niet alleen om de auto op de baan te houden en om geen fouten te maken, maar ook om überhaupt in te halen, want je ziet helemaal niks. Als ik de kans had om iemand in te halen, dan deed ik het absoluut. Maar als het gevaarlijk was, dan niet. Want het is gewoon, je kan het risico niet nemen. Dit is iets heel nieuws, maar ik had eigenlijk niet veel met autosport. Maar dit is heel leuk om te zien. Ja, ik ben een liefhebber, ja. Dat kun je wel zeggen. Maar ik heb zelf ook wel eens een keer in Duitsland heb ik in de Formule 2000 zelf gereden. Maar dat grijp je wel, moet ik zeggen. In de tweede race van de dag deed Buurman het nog beter. Hij werd derde, zijn tweede podiumplaats al van dit seizoen. Het einde werd heel erg glad. Het was gewoon te droog eigenlijk. En dan komt al het vet en uit het water blijft liggen, zeg maar, en de rest van het water verdampt. Dus het was heel lastig, maar goed. Goed gefinished.